starten de recording nu. En zoals je dus ziet, deze balk die is nou groen. Hoi YouTube! De balk is dus groen geworden, dan is het wat makkelijker te lezen. En ja, dus ik ga eventjes... Hoi YouTube, we gaan nog steeds verder. Dit is de livestream van 29 mei 2016. En hoi Smikkeltje, Fairytale, Firebos, Meertje, Mario Player, Lost Skull Kid. Even kijken. Ja, dan zie ik iedereen daar staan. Het is een aardige lijst geworden al. Maar Zee, ja. Ben jij niet 27? Ik ben 28. Ik ben voor de 9e keer 20 geworden. En dit keer word ik voor de 10e keer 20 dit jaar. In november alweer. Voor de 10e keer 20 geworden, ik vind het knap. Ik 10 seconden, daarna brak ik de game. Geen idee hoe. We beginnen gelijk met een heleboel geleuter. Leuk YouTube, dit is echt, dat zijn livestreams, dat is leuk. Hoi YouTube, zegt Lost Skull Kid. Welke evolutie zou jij als nieuw type willen? Typen zoals Staal, Poison, etc. Ook voor de kijkers van YouTube. Hey YouTube, misschien is het ook wel leuk om daarop te antwoorden. Ik zelf zou gaan voor Poison. De reden waarom dat Poison voor mij meer hoger staat dan Dragon of een andere type... is in verband met Sylveon. Sylveon is de nieuwe type, Fairy type, die erin is gegooid... en breekt eigenlijk een beetje de cirkel van evoluties. Want elke evolutie had een zwakte naar een andere Eevee toe. Dus ja, het nadeel is... er is nog geen zwakte evolutie voor Sylveon. Dus dan zou je daarvoor... ja, of een Steel-type, maar ik zou zeggen meer Poison-type. Dus... maar goed, wij gaan gewoon weer beginnen, want wij zouden naar de... safari-zone gaan. Dus... ja. En Leroy die heeft ook nog iets leuks. Wat? wat leuks voor mij? Nou, waar jij mee bezig bent geweest met events, wat we dus... binnenkort misschien ergens nog een video tegenkomen misschien. Ah ja. Nee, ik ben van plan voor het volgende event. Ik ben van plan om als V-Pass trainer te gaan. Als ja, we hebben echt een hele Pokémon groep op het moment. Ja. Dus. Het, grappig, ja, het begon als een grap, maar nu heb ik er bijna af. Maar zul je zien dat V-Pass de beste water Pokémon van het spel is. Nou, objection! Of wat? Magikarp is dat. Nee, V-Bass. Mag ik heel even... Wij hebben al een V-Bass gevangen. 1-0. Weet je wat, ik ga wel quickballs kopen. Gewoon just in case. Misschien komen nog wilde Eevees tegen. Weet je wat, we kopen gewoon 10 quickballs. Quickballs, dat was toch gewoon de eerste beurt gewoon gooien, toch? Ja. Ja, want fastballs dat was voor Pokémon die snel waren. Inderdaad. Kijk, pas moet je gelijk in het begin van een match gooien dan. En dan koop ik ook even gelijk wat duskballs, want het is bijna avondtijd, dus die zijn dan ook een stuk beter. Wel handig, ja. En de rest die hebben we niet nodig. Dus. Ik zou zelf zeggen Dragon Steel of Flying type voor toekomstige evoluties. Nou, ik zie een Eevee niet echt snel vliegen of een staaltype worden. Fighting type. Oeh, dat zou vet zijn. Maar staal, dat zo, kan ik nog wel inzien. Vliegend inderdaad, dat... ik weet niet. Gaat hij dan met zijn oren flapperen? Ja. Maar ja, aan de andere kant, Doduo wordt ook gezien als een flying type of Gyarados. Ja. Ja, maar die kunnen ook niet vliegen. Dat is een vraag. Dus, maar goed, ja, we zijn dus in de vorige livestream zijn we dus eindelijk een paar evoluties tegengekomen. En V-Bass. En die hebben we nee genoemd. Maar goed, ja, dat valt onder Eevees. Dat valt gewoon heel erg simpel over. Hallo, over Eevees. Hi, I've been waiting for you. Dat is eng. Waarom zou je in godsnaam op een 10-jarige zitten te wachten? Who do you think? Ik denk dat ik het eng vind dat jij op een 10-jarige zit te wachten. This is the brand new Safari Zone. By the way. I just had an idea. Would you like to take the owner up to test? De Hoodie Adi Wadi test? Nee. Geen zin in. Well, I never thought anyone would decline. You can become the Safari Zone owner, don't you see? Owner! Okay, prima. Als wij... ik zeg ja! Hallo, ik zeg... juist.
All you have to do is catch one Geodude. Dan zullen we het probleem hebben dat waarschijnlijk de randomizer dus ook niet werkt in de safari zone. Oeh. Of als die daar wel werkt, dan hebben we een uitdaging. Zou evolutie wel meer bruikbaar maken als evolutie fly kan leren? Dan hoef je niet te switchen als je fly moet gebruiken. In Omega Ruby Alpha Sapphire hoeft dat niet en waarschijnlijk gaan ze dat ook porten in andere games. Dat je gewoon een legendary Pokémon krijgt of vangt die fly kent. En dat je dan een fluitje krijgt dat je hem altijd op kan roepen. Oké, ik ben benieuwd. Komen we hier random Pokémon tegen of komen we hier echt... Ik zie hier al gelijk een Geodude, dus ik denk dat het... Ja, ik ben bang dat het geen random Pokémon zijn, jongens. Geen random? Ik ben bang van niet. Nou, we hebben een Geodude gevangen. Hi, gaan we deze nickname geven? Nee. Vergeet niet, we hebben nog steeds een code voor een Legendary Bird Pokémon. Oh ja. Hi Arjan, Matt, 99. Hoe gaat het ermee? Oké, nou ik ben benieuwd. Komen we nog andere Pokémon tegen? Als dit echt allemaal safari is, dan zijn we hier zo weg. Magneton. Volgens mij kwam hij ook al tegen bij de safari zone. Komt mij in ieder geval heel bekend voor. Heb je in deze Pokémon ook Onix? Dit is een randomizer. Hier hebben we alle Pokémon. Ja, want wij hebben de Geodude. Dit is niet randomized. Dat is jammer. Hi. Oh. Ja, wij hebben hier Geodude. Kan ik hier? Oh, dat is still under development. Moeten we eens naar het Pokémon Center om de Geodude op te halen. Om naar Mr. Creepydude te laten zien. Oh god, dan wordt het al in één keer heel erg donker hier. Als je me nou gaat vertellen dat je nou in één keer om weer gaat gooien en nou ook een livestream bent, dan word ik heel boos. Dan word je een heel boos konijntje. Ah, dat zijn wel zonde, ja. Zijn, ja. Het is gebeurd toen ik mijn Minecraft-opnames had, alleen... Ja, aan de andere kant, tijdens de Minecraft-opnames, toen hadden we al een Storm Chase-video gehad. Ik bedoel, we hebben nog... Het is bijna juni en we hebben nog in één decent onweerbui gehad. Ja. Waarom zit Vaporeon in... Ga hij eens heel snel daar. Juist. Oké, Buggerboy. Jij gaat heel eventjes ruimte maken voor Geodude. Goed, dus we hebben Leafeon en Aquarion. Nog steeds echt geweldige namen gewoon. Smikkel, ga gerust je gang. Eet nee maar op. Ik geef je... Ja, want ja, nee is volgens mij wel... het is niet een Magikarp, dus... Hoi. Nee, gelukkig niet. Oeh, wacht even. Hoezo? Nou zeg je... Nee. Je hebt net gezegd dat ik owner zou worden. Objection! Ik moest een Geodude vallen en ik zou... Oh, er waren twee testen. Dat heeft hij niet gezegd. Waarom bel je me hierover, Lyra? Serieus. Jongens, wij gaan gewoon verder met ons Pokémon-avontuur. Screw die safari-zone. Die zijn niet gerandomized. Dus wij gaan gewoon beginnen met ons avontuur. En vergeet niet, het is Pokémon Generatie 4. Dus voordat we Leaf Blade zullen gaan leren... Ja, dat gaat heel lang duren. Daar waren we in de vorige livestream al achter gekomen. Ja, dat had ik gelezen inderdaad. Ik heb hem gelijk gefeliciteerd via Skype. De Tauler met 2000 subs. Ik vind het knap. Ja, toevallig ook thuis een rijsteam dat hij de 2000 subs heeft gehaald. Dus echt. Mel, een nieuw rommeltje maken, hè, baas erop. Leafeon en Aquarion, zorg ervoor dat Zee veel andere Eevee of evolutie tegenkomt. Ja, we mogen de 6 bij ons hebben, dus we gaan ook voor 6. Dat was het doel eigenlijk van deze Omega Ruby Alpha Sapphire stream. Nou, en dit is eigenlijk het gras waar we ze tegen zijn gekomen. Ik zal eens kijken of we voor de grappen nog eentje tegen kunnen komen. Wie weet zitten ze allemaal wel in hetzelfde gebied, ja. Misschien komen we in één keer een Eevee tegen. Ja, of een Eevee bos. Ja, wel Eevees. Wie weet.
Maar dit is het stukje gras waar we dus en Vaporeon en Leafeon hebben gevonden. En nou zie ik hier een Ninetales toevallig. Wacht eventjes, is het weer opnieuw gerandomized? Nou ja, dat is eigenlijk wel handig voor Aquarion om eventjes Ninetales... Oh, it can't confuse, hey. En ik heb jou nog geen surf geleerd. Dan sta ik het eerste wat ik ga doen. Jou even surf leren. Misschien wel handig. Wij zijn onderweg eerst naar die... wij willen ook de 5000 eerst halen. Dus laten we eerst naar de 5000 toe. Ja, dat is ook wel een mooi nummer, ja. Ja, dat is een mooi getal. Oké, Aquarion, wil je alsjeblieft stoppen met jezelf te raken? Ik snap nog steeds niet hoe die logica's werkt. Probeer Watergun. Wat? Wat? Dat zou inderdaad wel awesome zijn, maar aan de andere kant maakt het dat weer een beetje te makkelijk om aan evoluties te komen. Oké, maar goed. Het eerste wat we eventjes gaan doen is we gaan gelijk eventjes de HM Surf gebruiken. En waarom zou je Watergun willen houden op het moment dat je surf kan? Vergeet niet, Aquarion is namelijk ook een hele goede fysieke aanvaller. Maar ja, Helping Hand hebben we ook. En aangezien dat ik Helping Hand nooit in Tenimmer zou gaan gebruiken... Dag Helping Hand. Oké. Nou, een beetje een hand afhakken. Dat is aardig. Maar een Vaporeon heeft geen handen. Oh ja, dan was het sowieso al een nutteloze aanval. Ja, Helping Hand. Even kijken, volgens mij kon Leafeon dit... Ja, Leafeon kent Iron Tail en Iron Tail is een fysieke aanval. Yep. Dus ik denk dat ik Leafeon ook even gelijk een Iron aanval ga leren. Zodat hij ook een hele sterke fysieke aanval heeft. Dus ook de Helping Hand, daar die gaat weg. Zeep, ik begon met YouTube door jou. Ach, dankjewel. Waarschijnlijk schoot Aquarion zijn Watergun omhoog, waardoor dat hij zichzelf raakt. Dat zou ook nog goed zijn. Ja, doe Watergun. Ah! Au. Het zit in mijn oog! I'm so confused right now. Ja, maar dat waren we van jou al gewend. Objection? Hey, jij bent een V-Bass. Pas op hoor, anders zou ik jou aanklagen. Oh nee, wacht eventjes. We zijn Leafeon... Hier zijn we Vaporeon tegen... Nee, Leafeon zijn we hier tegengekomen. Vaporeon zijn we boven in die grot tegengekomen. Of waren we ze allebei bij die grot daarboven tegen? Ik weet niet meer. Volgens mij was het niet dit grasveldje. Ik weet het toch niet meer. Want ik weet dat daar een legendary zat en dat ik in één keer helemaal zo begon te squeaken omdat we daar in één keer die... Ja. Ik weet niet meer precies waar. Volgens mij in die plek waar dat je omhoog en omlaag kon. Maar het was wel hier in de buurt. Ik weet... Volgens mij was het echt hier. Hé hey, man. Hallo Lenny misschien... Balance. Welkom. Was het misschien in de avond dat er dus andere Pokémon spannen omdat het avond is? Nou, het was sowieso in de grot. Want ik weet, wij zaten in de grot waar gevraagd wordt dat je omhoog en omlaag kan. Oh, Vaporeon daar en Leafeon boven. Ja, in dit, hier konden we Leafeon vinden. Hier hebben we Leafeon gevonden. Ja. Maar omdat we nou dus in de dagcycle zitten, zijn het dus hele andere Pokémon. Misschien een Eevee? Gewoon de Eevee zelf. Dat we zelf mogen bepalen welke evolutie dat gaat worden. Dat zou al helemaal mooi... We hebben Flareon bij ons. Al is Flareon best wel moeilijk. Nee, deze zijn niet veranderd. Ik bedoel, ik kom er gelijk weer die Dialga tegen. Dus nee, die weet ik dat hij de vorige keer erop zat. Ik weet niet precies hoe dat de tijdstippen veranderden. Of het was om 8 uur of het was om 6 uur.
Oh mijn god, ik heb Mumei's favoriete andere Pokémon gevonden. De Love Disc. Even wachten. Oh. Oh, Jirachi. Weer een Legendary, really? Waarom had Jirachi al tegengekomen? Volgens mij niet. Oh, je bent niet echt een special tank. Oh boy. Ik heb nog een... Dank je. Wat gebeurt er als je Leafeon tegenkomt? Dan zeggen we hoi en dan gaan we weer verder. Zoals nu. Hi Leafeon! Ja, hier zijn we Leafeon tegengekomen. Hoezo kent Escape? We zijn hetzelfde level. Gotta catch them all. Oh ja, Lenny is niet op de hoogte van hoe dat we hier de regels hebben. Wij zijn op zoek naar evoluties. En legendaries zijn er alleen maar om je pokeballs. Dit is een randomizer. Dus ja, legendaries zijn er alleen maar gemaakt om je pokeballs op te vroten. Technisch gezien. Als ik me niet vergis, als we naar beneden gaan, dan kunnen we daar nog wel items vinden, geloof ik. Vaporeon! Ik bedoel Aquarion! Ik meteen je naam wennen. Laten we weer eens even rond gaan kijken wat we hier kunnen halen. Daar ligt niks. Een Illuminati confirmed. Illumise. Quick Attack zal genoeg zijn. Lenny Balance, je bent geweldig, bedankt voor de follow. Ik moet deze even wat hoger zetten, we kunnen zo de namen niet zien. Nee, yeah. Even hoog staan. Dank je, zo kan ik de namen beter zien. Nieuwe Eevee kansen, foutje van die Love Disc. Ik bedoel, hoe kan Love Disc op land leven? Hetzelfde hoe dat Mudkip, of nee, sorry, Torchic, gevangen kan worden met een hengel. Ja, alles kan. Nou, we hebben wel al 6 gym badges, dus op zich gaat het hartstikke goed. Gaat heel snel. Wat is dat? Een Gorbis? Gorbijs? Ik heb geen flauw idee wat het is, maar we doen gewoon mesblad. Zoals het in het Nederlands heet. Ja, ik weet ook niet wat. Oh nee, ik weet wel wat dat is. Jaagstaartje, de voor-evolutie daarvan, die kan in 2 Pokémon evolueren. Volgens mij. Even wachten. Mario Play, bedankt voor het volgen, je bent geweldig. Ja. Volgens mij dus in die plus jaagstaartje. Aha. Oh, onze starter Pokémon waar we niet meer over praten omdat dat een ramp was. Nogmaals bedankt daarvoor, chat. Maar goed, evoluties in de 4e generatie zijn is een enorme uitdaging, dat kan ik jullie wel vertellen. Aangezien dat ze leren niet zulke hun eigen moves zo snel. Dus... Mescherreblad. Mescherreblad, oké. Okay. Weet je wat, we rennen gewoon heel eventjes weg en we gaan dadelijk even wat potions kopen. Want ik ben benieuwd of we überhaupt hier in het water nog iets leuks tegen kunnen komen qua items. Maar vergeet niet, de items die zijn namelijk ook gerandomized. En ik heb zin om over 2 weken. Daar heb ik zin in. Jullie ook? Ja, ik kijk ernaar uit. Enorme zin. Even nog een beetje bij betrekken, we zijn heel erg stil namelijk. Lekker met een groep als Pokémon trainers. Geweldig. Gotta catch them all. Dat de mensen even uitdagen van Pokémon gevecht. Oh ja, daar heb jij heel veel ervaring mee. Ja. Ach ja. Maak je maar gerust. Het is niet zo moeilijk voor jou. Want voor jou zal het toch alleen maar het uitdagen zijn. Winnen doe je toch niet. Dus hoef je ook geen rekening mee te houden. Nou, ik weet niet. Maar het zou wel leuk zijn als je inderdaad gewoon met die V-Best rondloopt. Maar het team wat je hebt op jouw 3DS, dat je dat wel gewoon houdt.
Ja, ja. Van, oh, jij dacht dat ik met mijn Phoebus zou gaan vechten. Nee. Dat zou eigenlijk ook uber troll zijn. Yep. Ja, dat zou echt een leuke verrassing zijn. Vooral omdat ze dan misschien wel denken van, oeh, dat wordt een waterteam. Nee. Op zich heel gaaf. Maar ja, mij maakt het toch niet uit, want mij versla je toch nog steeds niet. Ik had je macht kunnen verslaan, maar ja, de wind staat niet goed, de zon staat verkeerd. Het was 's nachts, dus ja, dat... Excuses. Waar we over eigenlijk aan praten zijn bij Elvia, dat was zo grappig gewoon. Wij hadden daar verschillende Pokémon-gevechten al gehouden. En in één keer komt Leroy naar me toe en die zegt zo van, ja, ik wil jou eigenlijk ook nog een keer uitdagen. En toen dacht ik bij mij van, nou, oké, kom erop dan, hè. Weet wel, daag me maar uit. En dat zouden we doen bij Elvia zelf. Toen zaten we in een auto, hebben we nog niet gevochten. Toen waren we eindelijk thuis en hebben we nog niet gevochten. Volgende dag hadden we nog niet gevochten. Net op het einde van de evenementen hebben we eindelijk een gevecht gehouden. En ja, dat was de laatste dag op dat evenement en toen heb ik hem alsnog verslagen. Ja. Maar de volgende keer zou ik winnen en... Dat was niet mijn beste team. De Gen 3-zee is dit, waar je nu surft, zee. Zijn de TM, de gymleaders geven ook gerandomized? Nee, die blijven hetzelfde. Speel je nog DBOI? Ik neem aan dat dat de Binding of Isaac is. Ja, die speel ik nog. Ja, ik denk het wel. Heel weinig, want ik kom er bijna niet aan toe. Ik heb het spel al helemaal 100%, maar ja. Ik speel of niet? Het is een leuk spel, dat zeker, maar ik ben weer een beetje teruggekomen in Terraria, dus Yep. Dat zorgt er namelijk een beetje voor tot, we ook weer een beetje meer de Terraria-opnames gaan hebben. Wat trouwens eventjes een aankondiging is, ik hoop dat Erwin er namelijk volgende week namelijk bij is. Volgende week bij de livestream zullen we waarschijnlijk dan in plaats van Pixelmon, Pokémon Randomizer, zullen we dus waarschijnlijk Terraria kunnen gaan doen. Maar dat moeten we nog heel even kijken, dus we kunnen nog niks beloven, helaas. Maar als het mogelijk is, dan wordt het een... Ja. En ik zit ook te denken aan een... ik heb heel veel projecten die ik nog eigenlijk in de toekomst wil gaan gebruiken. Dus heel veel leuke ideeën. Laten we daarop houden. Spannend. Jouw gezicht is spannend met jouw team. Oh, kijk nou toch eens. Hij heeft een Phoebus. Wacht maar hoor, bij een Phoebus kunnen jouw Eevee altijd verslaan, hoor. Nee, geen Terraria, heb liever Pokémon. Ieder zou zijn voorkeur. Ja, alleen aangezien dat we nou al, ik weet niet hoe vaak Pokémon achter elkaar hebben gedaan. Afwisseling is ook niet af en toe niet verkeerd. Nee, precies. Oké, Aquarium. Eigenlijk vind ik het wel grappig hoe dat je dus gewoon een... Wailord Sprite eigenlijk krijgt, terwijl dat Vaporeon eigenlijk onzichtbaar is. Wat nog grappiger is, is dat in Pixelmon ze het niet doorhebben tot Aquarium ook, oftewel Vaporeon, surf kan leren. En dit is eigenlijk best wel grappig dat we nou Sidra in het water tegenkomen. Ik weet dat je het heel druk hebt, maar wanneer komt er weer hardcore? Niet, daar hebben we geen tijd meer voor om op te nemen. Dag Sidra. Ik denk toch dat ik er even een repel kan gebruiken, want echt die random encounters die zijn irritant. Ik weet dat we op zoek zijn naar Eevees, maar... Als Magic Carp is. Ja, die zijn we ook nog steeds niet tegengekomen. Nee, heet die al dus. Hoi, we hebben vechten. Nee, dat plukje gras waar de Phoebus gevonden is, die heb ik al stiekem afgebrand. Oeh. Oh, een Chikorita, dat is mijn favoriete start Pokémon. Buiten de evoluties. Moet ik er even wel bij zeggen. Ja, die gaan we vangen. Moet er helaas andere opgeofferd worden voor een goed doel. Ja, klopt. Soms moet de oude. Waarom pak je niet de Pokémon uit de box die Fly kan leren? Waarom? Omdat we dat niet doen. Simpel. Het kan een hel. Oké, als het een healing move kent, dan ren hem gewoon weg. Daar. Dan gaan we geen tijd aan verprassen, anders zit het weer zo lang nog. Oh, kom op, ik heb een repel! Die
Maar volgens mij was dat een hele special defense tank eigenlijk. Dus als wij een fysieke aanval gebruiken... Doe dat niet echt veel schade. Oh, it can't sing! Dat klonk heel raar. Wil je vechten? Ja. Oh boy. Goed, weet je wat? We gaan gewoon deze kant op. Hi. Oh, jij wil wel vechten nou dat mijn liefje ontslaapt. Weet je hoe flame dat is? Slaap lekker. Wanneer komt Donkey Kong Tropical Freeze? Ooit. Ik hoor een random hallo. Hallo. Hier, weer een random hallo. Hoi. Hallo. Hallo. Wat gemist? Hallo. Nou. Klinkt goed of niet? Geef mij maar Charmander, Cyndaquil, Trico, Chimchar, Ocelot of Fennekin. Okay. Ja, ik ben ook de chat aan het lezen op het moment. Oh, zijn we aan het streamen? Nee, we zijn niet aan het streamen. Sst, we zijn niet... Nee hoor. Ja. Nou, ik ga gewoon maar leuk verder met je verhaaltje. Ja. We zijn gewoon een leuk gesprek aan het voeren, hoor. Ja, de rest is ja, zo. Maar mijn verhaal was dus waarom Chikorita mijn favoriete starter is. In generatie 2 is mijn Eevee-hype een beetje begonnen. Dat zeg ik heel bescheiden, hè? Een beetje. Mijn starter daar was Chikorita. En ik kwam erachter dat je Eevees kon breeden, waardoor dat je alle evoluties er gewoon bij kon hebben. En toen die tijd waren er maar 5 evoluties en je mocht 6 Pokémon bij je hebben. Dus waren het er 5 evoluties en gewoon Chikorita. Later is toen, bij mijn tweede playthrough, heb ik toen zelfs mijn starter vervangen door een Eevee. Maar ja, voordat het zover was... Kijk in de chat! Welke chat? Er is geen chat, wij zijn niet aan het streamen. Wat is de chat? Welke Pokémon heeft een snor? Nou, Magikarp. Magikarp heeft een snor, inderdaad. Ja, die Walrein ook, die ijsbeest dinges. Die heeft ook een snor. Die heeft een hele grote snor. Whiskash heeft ook een snor. Ja. Nu weet ja, het ik zie hier Snorlax, maar dat is in zijn naam, dus een pun. Ja, ik kon niet kiezen tussen een... ik kon geen Magikarp kiezen, dus ja, dan maar iets dat ook een gouden snor heeft. Een Oddish. Ja, doe maar Quick Attack. Al had ik... Ik weet niet. Ja, nee, dat is trouwens niet zo sterk tegen grastypes. Ah, nee, geen stuntspoor! Oh. Oh. Dus ik zit ook even wel in de chat. Maar er is geen chat. We zijn niet aan het streamen. Waarom zie ik dan een stream? Dus dat is van gisteren. Nou, dat is nog een hele oude opname die je terug aan het kijken bent. Ja, zeker. Ja. Er staat rechtsbovenin live. Ja, ooit was dat live. Was toen die tijd was dat live? Toen wel, ja. Ja. Haha. Haha! Mario Player, ik was Robinski Games, ja. Hoort, daar ben ik gewoon zeg maar Robin. Overdag is hij Robin. En 's avonds, als een zon ondergaat, is hij Robinski Gamer. Nee, zeg maar Robinski. Zeg maar Robin voortaan. Nee, het is zeg maar Robin. Niet zeg maar Robin voortaan. Wie weet het beter? Degene die het account heeft gemaakt? Of andere? Nou, jouw andere. Accountnaam is zeg maar Robin en niet zeg maar Robin voortaan. Ja, als je wil zeggen dat iemand je naam zegt, dan moet je dus eigenlijk zeggen, zeg maar Robin. Ja, maar dan moet, moet je ook nog dubbele punt bij zetten, maar dat doe ik niet. Tuurlijk wel. According to this paper... Litten ja, heeft ook een oh ja, Gen 7, yay. Luister, ik heb mijn Gen 7 team heb ik al klaar liggen. 6 eieren. Litten heeft inderdaad ook een snor, ja. Ja. Ah. Litten.
Ja, maar Sylveon heeft ook een snor. Alleen die zit dan ergens anders. Die komen uit de oren en alles. Dus een hele aparte snor. Dan kan je dat ook zeggen van Espeon. Ja. Espeon heeft trouwens echt een snor. Jawel, als een staart. Leuk is een gestoen. Hierbij heeft jouw nee ook een snor? Jij hebt een snor. Ja, ik heb een snor. Maar ja, ik blijf ook geen team, daar ken ik ook niks aan doen. Of een snorteam. Alle Pokémon snorren in je team hebben. Wacht, ik heb een Pokémon in de snor. Stoutland. je hebt echt een hele lange snor. Stoutland. Stoutland. Winkelbord. Het wordt wel heel erg donker met die wolken, jongens. Ik heb toch nog even de lamp aan. Ik heb toen net moeten fietsen in de wegen. Yes. Nou, ik heb nog geen omweg gezien en daar baal ik van. Hier is het toch altijd droog. Wacht maar. Ja, het vriest natuurlijk een zonnig. Ja, en als het niet droog is, dan zet jij gewoon je bril op. Gastrodon, oh, ja, wat is dat weer? Ik duik gewoon in virtual reality en dan heb ik het daar wel zonnig. Ja, daar schijnt de zon altijd. Oh, dat is een grondtype! Wist ik veel! Waarom heb je nog steeds niet een in-game Pokédex? Entei heeft ook een snor, ja, klopt. Entei heeft zeker een snor. Maar, jongens, dat zou eigenlijk wel... Ik hoop dat ze dat misschien eindelijk een keer in Gen 7 zouden doen. Maar hoe gaaf zou het zijn om je Pokédex te kunnen gebruiken in battle? Dat hoort gewoon, eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ik heb het zo vaak dat ik echt gewoon Pokémon aan het spelen ben. En dan krijg ik een I don't know what Pokémon voor mijn neus. En dan denk ik echt bij mijn eigen van, ja, wat moet ik tegen hem gebruiken? Weet wel, dan sta ik zo van, ja. Ja. Ja, Pokédex, wat is er voor Pokémon? Ja, mooi. Dat... Ja, precies. Ja. Dan weet ik van, oh, daar moet ik geen stroomtype tegen gebruiken. Ja, en tegenwoordig met de DS hebben we hoe dan ook al meerdere schermen. Je kan gewoon een schermpje er heel veel voor gebruiken. Ja! Ik bedoel bij events, ik vind het zo gênant om te vragen van... Sorry, maar mag ik even vragen welke type Pokémon dat is? En dan heb je er nog van die mensen tussen zitten die dan zeggen van... Ga ik je lekker niet vertellen. Dan heb ik al zoiets van, dan heb ik al geen zin meer om tegen jou te vechten. Ik bedoel, serieus. Ja, nou, je hebt een Pokédex, het internet, je telefoon en dan. Ah, je was me voor. Dank je. Maar waarom doe je dat ook, ja? Hè, wat? Oh nee, dan maar. Ik zat in mezelf te praten, sorry. Nee, maar dat zijn een van die dingen dat... Ja, dat zou wel echt gaaf zijn als ze dat in Pokémon hebben gedaan. Zeker. Ja. Maak het toch makkelijker. Even kijken, het gesprek van de dag welke Pokémon heeft een snor. Heb je ooit Metroid gespeeld? Ga je ooit Metroid Let's Play? Nee. Ik heb te veel projecten op het moment. Metroid is wel een leuk spel hoor. Ja, wow joh, Metroid is ook een leuk spel. Maar ik heb zoveel spellen. Ja. Jij hebt ook nog zoveel wat je wilt doen. Precies. Ja, je hebt zoveel spullen, zo weinig tijd. Wat nou is een stroomvoorziener die alles met tegelijk spelen? Lyra, luister eens hier. Net jouw telefoongesprek was zinloos. Dus ik ga het niet opnemen. Ik weiger. Nou, Espeon heeft geen bakkenbaren, Perkwil. Tuurlijk wel. Die gaat gewoon naar een hooibal, gebruikt psychische krachten en laat het eventjes thuis zo zweven. Ja, oké. Ik vraag me eigenlijk af, hoe komen we erachter als we nou een roaming legendary tegenkomen? Krijgen we dan die epische muziek, maar... Krijgen we dan een random Pokémon? Ik weet niet. Volgens mij... Ja. Zou die random Pokémon ook weg kunnen rennen? Dat is een Eevee. Eevee Flat. Nee! dit kan eigenlijk volgens mij best wel problematisch zijn, omdat we hebben hier strength voor nodig.
Maar ja, welke Pokémon komen we hier tegen? Drowsy. Drowsy. Ik hou nu van Drowsies. Het enige nadeel is nou wel dat elke keer als we random Pokémon tegenkomen, dat ik ze dus tegen moet komen en dat ik geen repel kan gebruiken, omdat de kans er aanwezig is dat ik misschien een Eevee wel niet kan vinden. Of in dit geval een Jolteon. Ja. Haha, dachten jullie even, hè? Jolteon. Helaas. Het eindigt wel op on, daar niet van, maar... Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier een trainer, we hebben hier een... Volgens mij gaat dit gewoon weer naar die andere kant toe. Ik weet het niet zeker, maar... Een Swampert! Dat is toch de evolutie van Mudkip? Is dat de final evolutie? Jongens? Jongens? Jongens! Ja? Ik hoor jullie in één keer niet meer. Oh. Nou, ik moet sowieso heel even, denk ik, bij mij mijn Skype herstarten. De geluidskwaliteit hoor ik met de minuut slechter worden en slechter. Oh, ik hoor je nou weer gewoon. Ik hoor je nou weer gewoon. Ik hoor jou nou ook weer gewoon. Ik hoorde Stefan telkens wegvallen. Ja. Ik hoor het vooral bij jou inderdaad, Stefan. De rest die klinkt nog best wel, al hapert dat af en toe ook wel. Ja, bij mij is het geluid sowieso al niet al te goed, maar... Maar voor mij, nou is alles weer goed. Oh. Ja, maar wij horen jou steeds zachter. Jullie horen mij steeds zachter. Heeft Skype het wereld automatisch gehoord als dat het punt is? Echt serieus. Kijk, ik heb van die zin de helft kunnen verstaan. Dat is het. Oh, ik zie het al. Ah. Horen jullie me nu beter? Oh, ja, veel kijk, beter. Daar is hij weer. Tadaa. Hij is terug. Mam, hij is er weer. Heb je er problemen mee dan? Mam, hij doet het weer. Je bent er toch weer vriendelijk. Oké, random Pokémon trainer. Een Bronzong. Dat was psychisch staal, geloof ik. Yep. Razor Leaf! Mescherp blad. Ik weet dat ze het serieus dat in de generatie 1 was het mesblad. Zet hem op, Bulbasaur. Mesblad aanval. Mesblad, 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 mesblad. Ik weet het ondertussen al niet meer, joh. Nee. Oké, maar tegenwoordig heb je Leafblade dat ook mesblad wordt genoemd. Oh nee, dat wordt weer snijblad. Ik weet niet, die dat vertalen dat slaat nergens op. Snijblad. Meestal is het in het Engels of in het Japans, daar komt het origineel vandaan, maar het klinkt dan wel beter. Nederlands, hè? Nou, al hebben ze, hebben ze in Japan ook niet zo heel veel inspiratie qua namen van dingen, hoor. Oh, nou, in de anime weet ik... Ik moet het zeggen, hoor. In de anime, daar is de favoriete, meest gebruikte aanval die gebruikt wordt, ontwijk. Yep. Ja. Ontwijk! Maar in de games is er geen move die ontwijk heeft. Nope. Protect? Protect is beschermen. Ja, dus? Ja, dat is wel dat ook een bestaande move in de anime. Nou, dat is hetzelfde als dat Reflect niet speciale defense increased, maar gewoon daadwerkelijk een aanval teruggereflecteert. Yep. Aanvallen in anime slaan nergens op. Nee. Nou ja, hoe dan ook slaan veel van die aanvallen nergens op. Want waterpistool, mij lijkt niet echt... Tenzij je er echt zwak voor bent, dat überhaupt schade doet. Oké, dan heb ik een vraag eigenlijk. Wat is nou het verschil tot als een... Dat vond ik namelijk heel mooi in de anime als ze dan waterpistool deden. Of Hydro Pump. De enige waar je het verschil in zag was als Squirtle het gebruikte. Ja, die had dan... Ja. Die zat dan in zijn schild te spinnen met Hydro Pump. Ja. Dat was inderdaad geen verschil. Nee, zijn waterpistool dat was gewoon dat hij uit zijn schild een waterkanon afvuurde. Vanuit zijn bakkers.
En hydropump, dan ging hij in zijn schild ging hij rondspinnen. Maar wat als Blastoise nou waterpistool gebruikt of hydropump? Dan zie ik geen verschil. Nee, dan was het gewoon uit zijn kanonnen en verschil inderdaad. Maar ja, dan heb je wel minder kracht bij het waterpistool bij zijn kanonnen, behalve bij hydropump. Ik ben trouwens heel slecht in caves, jongens. Ik ben er altijd zo snel verdwaald. Ik ben er weer. Heb ik iets bijzonders gemist? Ja hoor, Lantern. Ja, Lantern. We hebben al 20 Eevees gevonden. Nou, Mumin mag blij zijn dat ik in mijn Pixelmon team geen Leafeon heb. Ja, anders dan had ik al helemaal weinig kans. Ja, of Jolteon. Nou, Jolteon heb ik. Jolteon heeft hij al, dus... Ja. Nou, Leafeon is heel goed aan het levelen nou op het moment. Ik ben anders heel erg bang voor jouw Vaporeon. Ben je bang voor mijn Vaporeon? Yo, ik heb met jou gebattled en ik heb mijn Vaporeon nog niet eens nodig gehad. Daarom. Serieus, ik heb gewoon met hem op de 3DS gewoon een battle gehad en we hebben een armor fossil. Wat de neus is een armor fossil? Het probleem is... Daarmee kun je volgens mij een Shieldon krijgen. Shieldon? Wie zou je kiezen, Dialga of Palkia? Ik ga voor Giratina. Nee, die staat er niet tussen. Dialga of Palkia? Welke is die jij gevangen had? Ik heb geen idee. Dialga is toch blauw en Palkia is... Volgens mij was die Palkia was degene die enigszins rechtop staat en Dialga die op vier poten staat. Dan ga ik voor Dialga. Ja, ik ook. Met een pot! Dat is Dialga. Ah ja, dat houdt voor die Dialga. Sorry. Ik ga voor... Eigenlijk maakt het me helemaal geen ene drol uit. Eigenlijk maakt het me ook weinig uit, inderdaad. Nee. Dus geen Magikarp. Nee. Ik ben ook niet zo fan van... Weet je wat? Ik ga dan wel voor Dialkia. Precies. Mag dat? Ik ben niet zo'n fan van de generatie 4 Legendaries. Ja, behalve dan Giratina, maar voor ik ben helemaal geen fan van Legendaries. Oké, ik moet zeggen, Mew en Celebi waren grappig. Maar Celebi vind ik zelf niet zo heel bijzonder. Maar Mew? Mew is zo schattig. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, ik ben nooit eigenlijk van Legendaries geweest. Ik bedoel, Mewtwo, daar heb ik nooit interesse in getoond. Nee? Normaal wel, ja. Dat is ook gewoon weer een clone Pokémon. Jongens, ik zie nou zoveel stroomtypes. Laat dan Jolteon langskomen, dat is mijn favoriete Eevee. Dat is echt mijn nummer 1. Of een Umbreon, dat mag ook. Nou, Umbreon is tegenwoordig mijn nummer 1, maar Jolteon is... Ja, ik weet niet, het is een gedeelte nummer 1, omdat toen Umbreon nog niet bestond, was het Jolteon. Ah, tijden veranderen, ja. Er is maar één nummer 1 in mijn team. En dat is natuurlijk Hakunai. Oh, ik dacht Feebas. Fairytale. Ja, maar in-game, hè? Ik zei in-game. Mimee! We hebben je gevonden! Oh nee, wacht, jij was rivaal. Yes! Dit is eigenlijk best wel... Dit zou een screenshot moeten worden, dit. Gedaan. Ja hoor, daar is die. Tadaa. Kan je die G4G instellen voor PaySafe donaties? Hè, wat? G4G instellen? G4G? Ik heb geen idee wat dat is. Ik heb ook geen idee. Ik zou het ook niet weten. Nope. Ik weet dat PayPal heel erg safe is, dus... Maar goed, misschien komen we ons eerst een Magikarp tegen. Maar heel erg bedankt dat je... Gaming for Good is zowat de nieuwere Twitch alerts. Oké. Maar ja, dat kan ik nou niet veranderen, want ik zit nou live. Mijn nummer 1 is Skeletor, of voor Charmander. Oh, van Sparkle. Tuurlijk, hij doet 1 aanval en gelijk is hij gepoisoned. Tuurlijk!
Tot zo, Spek. Zeker, ik zie eerder allemaal gele Pokémon in die cave. Ja, inderdaad. Ook door de... Ja, allemaal geel. Over randomize gesproken. Maar geen Jolteon. En die is ook geel. Ja, tuurlijk! Tuurlijk wil ik van een visserman wel zijn telefoonnummer hebben. Ik bedoel, de beste mensen die ik ken zijn visserman. Oh. Ik ken er twee. Van allebei vismannen. En natuurlijk heb ik geen antidote of iets in die trend. Oh boy, dit gaat leuk worden. Oh wacht, misschien heb ik een... Ja, ik heb het gezien. Maar ik ben bekend met de Twitch Alerts. En de Twitch Alerts die werkt heel erg goed. En daar gaat alles heel erg soepeltjes mee. Dus die laat ik ook gewoon lopen. Ik wou eventjes kijken bij berries. Ja, yeah. Ik heb pizza berries! Yeah! Berry! Nee, ik wil heel even surfen, want misschien zit hier iets. Nee. Ja, een fisherman met een hellhound, Houndoom. Leg dat eens uit. Hoe kan dat nu mee? Ja. Legendary muziek, jongens! Oh. En het is gewoon een legendary! Wat? Dat ze dat niet randomized hebben. Nee, ik denk dat ik het al snap. Ik denk dat het de enigste legendaries zijn die hun vorm houden in verband met dat ze gelokt zijn met muziek. Ik denk het ook, ja. Wat is volgens jullie de sterkste starter Pokémon van heel Pokémon? Quickball! Ja, dat ook. Als deze blijft zitten. Ja, geen idee welke. Ik zou voor Squirtle gaan. Die hebben Ideal en Paysafe en zo. Ja, dat is ook wel fijn tot ze die hebben, maar nogmaals, de donatie... Het is op vrijwillige basis, dus het is niet verplicht om. Dus het is daar als extra optie. Smikkeltje vraagt, Mumee, wat is je Twitter? Nou, sorry Smikkeltje, ik heb geen Twitter. Wat? Geen Twitter? Ik heb geen Twitter. Ik heb wel Facebook, al doe ik er eigenlijk momenteel niks meer op eigenlijk. Ik heb niet eens, al een tijdje niet eens meer op mijn Facebook gezeten eigenlijk. Moet ik eigenlijk weer eens een keertje gaan doen eigenlijk, maar ja. Ja, ik heb ook weer Twitter dus. Dus dan... Toch bedankt Lenny, toch bedankt. Ik heb wel gezichtboek. Ik heb ook wat Facebook, maar geen Twitter. Ik vind Facebook veel overduidelijker. Maar even één ding snap ik niet. Ik zag net in de chat 23 van de 24 legendaries. Maar we zijn nog zoveel legendaries niet tegengekomen, dus dat klopt niet. Nou, ja, waarschijnlijk worden er dubbele meegerekend door Fairytale. Want ik bedoel, als ik dan ga rekenen naar bijvoorbeeld... we zijn Entei nog niet tegengekomen en Suicune. Ja, maar ja, meerdere keren zijn we Dialga tegengekomen. Mumee. Meerdere keren dat mee. Mumee. Ja? Weet je nog dat we geen Magikarp of Gyarados tegen zijn gekomen? Ja. Waar zijn ik compleet? Ik weet niet of het moet lachen of moet huilen. Nou, lachen. Eerst lachen, dan huilen. Voor de mensen die het niet weten, Milotic is de evolutie van Nee. Wat een vliegbaas. Als hij mooi genoeg is, dan wordt hij... Ja, ik vind het leuk voor Leroy, maar minder leuk voor Erik. Ik verslaaf hem gewoon. Nou, Robin, maak een keuze. Ja. Ik ben onpartijdig. Nee, mijn vliegbaas kan Splash. Nou, dat is een keuze, dat is genoeg. Wacht, ik moet een keuze maken, oké. Jolteon! Dan ga ik voor Stefan. Maar, Splash.
splash. Ja, gaan jullie maar een splash duel houden. Ja. Mijn splash is beter. Over 2 weken zullen we zien wie het beste splash. Ja. Weet je wel, dan zou ik eerder voor Erik gaan, want die Feebas is gewoon een kloon. Nou, we hebben hier in ieder geval trouwens weer nieuwe Pokémon-encounters die we tegen gaan komen, dus daarom loop ik hier nou even weer door het gras. Wie weet waar we hier tegen kunnen komen? Oh god, het is een Kangaskhan. Oh nee. Ik heb echt een hekel gekregen aan die Pokémon dankzij die aflevering. Ja. Ja. Eerste seizoen Pokémon, de Kangaskhan jongen, slechte aflevering ooit. Slechtste ooit. Ja. Ja. Voor de mensen die het niet weten, kijk even een keertje die aflevering. Zeep, kun je met een 3DS Capture Card ook de spelletjes ermee opnemen? Ja, daarom wil ik juist een 3DS Capture Card voor elkaar zien te krijgen. Want ja, je kunt er inderdaad mee streamen, maar je kunt er ook mee opnemen. Maar ook DS-spullen? DS-games ook. Oké. Zowel DS als DS. Het is hetzelfde, wat het praktisch doet, de schermen die hij laat zien en het geluid dat hij geeft, die projecteert hij ook op een computer, waardoor dat je het op kan nemen. En aangezien dat een 3DS, ja, DS-spellen kan spelen. Kan je basically gewoon heel veel spellen spelen. Ja. Ja, nou, spelen wel, maar opnemen. Nou ja, spelen dat kon hij hoe dan ook al, alleen ja, daar kunnen wij niet van meegenieten met van de video's. En dat kan dan weer wel. Ja. Maar we hebben binnenkort hebben we ook weer iets leuks qua video's. Oh, ja, zeker. Weer een heel ander platform voor gaming. Ja, een hele andere wereld. No pun intended. Oh, ik weet al waar het over. 100% serieus een andere wereld. Oh, ik werd er echt duizelig van, jongens. Ik, zo. In eerste instantie, hoor. Nou, niet echt duizelig, maar gewoon verbluft. Ik wist niet meer dat ik bij Erik thuis op bezoek was. Ik was gewoon helemaal ergens anders. Oh ja. Dat heb ik dus ook met die brillen. Ja, dat heb ik ook met mijn zonnebril. Ja, ik ben mijn leesbril. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit last gehad van hoogtevrees, maar op dat moment... Dat is het probleem, ik heb hoogtevrees. Oh! Dat ga je echt leuk vinden, man. Nou, dan heb ik een leuke ervaring voor je. Nou, ik heb zo'n bril wel eens opgehad. Dus zo'n soort bril. Om heel eerlijk te zijn, Fairytale, ik hoop juist niet dat Eevees een mega-evolutie gaan krijgen. Want ik ben vandaag de dag nog steeds tegen mega-evoluties. Ik vind ze totaal niet passen bij Pokémon. En daarom gebruiken wij ze ook niet bij een battle. Nee, alleen om te winnen, ja. Ja, ik ben ook nog terug. Zeker. Nee, ik gebruik het ook meestal nooit. Gewoon lekker voor lol wel, maar niet echt. Mam! Begin je nou alweer? Ik ben aan het livestreamen, bel nou eens niet zoveel. Stop nou eens met mijn geld uit te geven, mam. Begint weer. Jongen, je moet eens luisteren naar je moeder. Oké, maar ik zal luisteren als je stopt met mijn geld uit te geven. Maakt niet uit, ik doe wat ik wil, ik ben volwassen. Stop met mama geld te geven. Nee! Hier, heb een eierentaal til in je gezicht. Eierentaal, ja, perfect. Do I even English, bro? Leafeon is op level 27. Yay! Dat is lief. Leafeon. Maar jongens, we hebben nog... Even wachten. Steel was volgens mij te sterk tegen poison. Ik ben niet zeker. Zee, verander je nummer, zodat je moeder je niet kan bellen. Mama, je bent een broodje kroket! Dat moest even in het stemmetje van de baron. En in de volgende aflevering van Porygon Z. Waarom Porygon Z? Dat Porygon 2 al bestond. Ja, ik vind dat zo'n rare Pokémon, hè. Ik heb Porygon nog nooit begrepen, eigenlijk.
Oh ja. En dankzij die Pokémon, Pikachu, is er een aflevering verbannen. Niet op Pikachu, maar die aflevering is verbannen omdat ze dus de hele tijd rood-blauw gingen laten knipperen. Ja. En dat, zijn een van de, dat is een van de gevaarlijkste kleurencombinaties die je kunt laten knipperen. Ja, op een bepaalde frequentie daarmee flitsen, dat kan een epileptische aanval voor mensen die daar gevoelig zijn geven. Er zijn gewoon duizenden kinderen in Japan zijn er in het ziekenhuis doorgeraakt. Sommigen zelfs ernstig. Ja. Door die aflevering. En sindsdien is er wat strengere controle op. Moeten, nou, als er zoiets voor zou komen, ook voor een programma, een melding van: let op, dit kan, dit heeft flitsende beelden. Voor als je epileptische aanvallen kan hebben. Maar dat was een aardig groot probleem. En ze hebben de aflevering nooit bewerkt, uitgegeven in het, daarna. Dus het is eigenlijk gewoon een volledig verbannen aflevering geworden. Ja. Zeker. Jongens, even, ook wel grappig. Dit is de beste shop ooit. Wil je er langslopen? Hé, wil je een Rage Candy Bar kopen? Nee. Oké, dat is vervelend. Wil je er weer langslopen? Hé, wil je een Rage Candy Bar kopen? Nee, dan duw ik je terug. Nou ja, koop je er toch een? Nou, hier heb je een Rage Candy Bar. Mag ik dan nou doorlopen? Nee. Lekker klant. Ja. Wat een apartheid. Ik heb toch heel eventjes 7. Jongens, ik denk dat ik bij deze aflevering van YouTube ga laten. De livestream gaat nog gewoon door, maak je daar maar geen zorgen over. Maar we doen heel eventjes een kleine pauze erin, Lasse. Dus heb een leuk momentje, laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Wat jouw favoriete evolutie is of welke discussie dat we ergens in dit uur hadden besproken. Laat het gewoon weten als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van wat ik dan ook op dat moment heb geüpload. Wil je zelf nog een keertje bij een livestream aanwezig zijn? In de beschrijving staat een link van Twitch. Klik erop en je komt automatisch bij de Twitch pagina. Kun je op follow klikken en op het moment dat je op follow klikt krijg je een notificatie wanneer dat wij live zijn. Met dat gezegd hebben, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! En stap pas uit als het voertuig volledig tot stilstand is gekomen. Is belangrijk, toch? Ja. Niet belangrijk. Ik vind het belangrijk. Zeker.